Welkom kijkers, dit is de uitzending van week 35 van BIOS, uw streekomroep. We beginnen met een weekoverzicht door Erik Kemkes. Sittard Geleen heeft interesse voor de Nederlands kampioenschap wielrennen te organiseren in het jaar 2022. De KNWU en verantwoordelijk wethouder Ton Raven van Sittard Geleen hebben de intentie uitgesproken om in 2022 dat Nederlands kampioenschap wielrennen naar de Limburgse gemeente te halen. Het plan moet wel nog goedgekeurd worden door het college van burgemeester en wethouders en door de gemeenteraad. De KNWU zegt al langer met partijen in gesprek te zijn. De interesse van Sittard Geleen is overigens nieuw. De afgelopen jaren schrapte de gemeente juist alle grote wielerevenementen vanwege de bezuinigingen. Sittard Geleen wil niet zomaar meewerken aan de voorgenomen uitbreiding van autofabriek VDL Netcar in Born. De gemeente wil een uitgebreide zienswijze eerst gaan indienen. De gemeente is niet tegen, maar wil wel striktere voorwaarden voor de uitbreiding ter bescherming van natuur en leefomgeving. Het Sterrenbos bijvoorbeeld in Born, dat moet wijken voor de fabrieksuitbreiding. De gemeente vindt dat dat pas mogelijk moet zijn als VDL daadwerkelijk een opdrachtgever heeft gevonden die de uitbouw van de fabriek mogelijk maakt. Maar de provincie Limburg lijkt de kap mogelijk te willen maken, ook zonder dat er daadwerkelijk zicht is op de fabrieksuitbreiding. Sittard Geleen vindt verder dat de gouverneur Ruys van Berenbroeklaan in Holtum een wegdek moet krijgen dat verkeersgeluid reduceert. Het gaat namelijk om een sluiproute die personeel van Netcar gebruikt bij de wisseling van de dienst om 11 uur 's avonds. Tot slot denkt Sittard Geleen dat het leefbaarheidsfonds voor Nieuwstad en Holtum verhoogd kan worden van 3 ton naar 1 miljoen euro voor ieder dorp. Elslo is dan door de ANWB toch niet verkozen tot allermooiste dorp van Nederland. De winst gaat naar het Groningse Winsum. Elslo stond eerder in de finale met Holm uit Friesland, Oosterwijk in Noord-Brabant en Urk in Flevoland. Burgemeester Marion Leurs van Stijn is toch trots, ondanks dat Elslo naast de titel greep. De burgemeester stuurde haar collega Heng-Jang Bolding van de gemeente Het Hoge Land, waar Winsum onder valt, wel meteen een sportieve felicitatie. De burgemeester heeft hem maar meteen uitgenodigd om eens Elslo te komen bezoeken. Toch dat pareltje in het zuiden. Vrachtwagenchauffeurs mogen voorlopig toch blijven parkeren en overnachten aan de Geleense Kampstraat. Met controles in het weekeinde hoopt de gemeente de overlast voor de buurt wel te kunnen beperken. Omwonenden hebben aangegeven al jaren overlast te ervaren van de Camping Kampstraat, zoals het wordt genoemd. Daar parkeren vooral veel buitenlandse truckers in het weekeinde hun wagen om te overnachten. Op vragen van het CDA hierover meldt het college dat de Kampstraat als vrachtwagenparkeerplaats is aangewezen en blijft aangewezen. Volgens het college is de afgelopen 5 jaar onderzocht of er een truckstop kan komen met faciliteiten voor overnachtende chauffeurs. Maar volgens de gemeente is gebleken dat zo'n voorziening als particulier initiatief niet rendabel is op te zetten. En omdat een alternatief voor de Kampstraat vooralsnog niet voorhanden is, blijft de plek voorlopig gewoon in gebruik als parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs. Onlangs verzamelden vertegenwoordigers van diverse gemeenten en Visit Zuid-Limburg voor een bijeenkomst over bezinningstoerisme in de westelijke Mijnstreek. Bert Zalde en cameraman Jean Geurts trokken er naartoe. Bezint eer je begint, maar doe het wel in Zuid-Limburg. Dat is het thema van een nieuwe campagne van Visit Zuid-Limburg. Want mensen die nu komen, komen voor een rust. Die komen mede door corona om een beetje stilte en een beetje afstand te bewaren. En dat gaan ze hier zoeken, in onze drukke westelijke Mijnstreek. Sven, als ik denk aan de westelijke Mijnstreek en ik ken het gebied, dan zie ik daar een heleboel bruisende energie. Ik zie er fabrieken, ik zie er komen auto's vandaan, er komt chemie vandaan. Dat staat eigenlijk haaks op bezinning en op rust. Dat, als je dat zo verwoordt, dan zou je dan inderdaad, maak je daar een duidelijk punt. Tegenwoordig is de westelijke Mijnstreek inderdaad een economische bron wat betreft de industrie. Maar we mogen absoluut niet vergeten waar de westelijke Mijnstreek vroeger stond. En als we dan kijken naar een stukje bezinning, dan zijn er heel veel plekken in de westelijke Mijnstreek die van oudsher gewoon een pelgrimsoord waren en waar nu nog steeds naar toegelopen wordt. Noem eens een paar plekken.
Nou, onder andere hier waar we nu vandaag zijn, hè, dus in de Amelbergenbasiliek in Exusteren, waar zeker echt nog wel veel pelgrims naartoe komen. Maar ook in Hartje Sittard, de basiliek, de Sint-Peterskerk, de Michielskerk, waar ook veel pelgrims gevonden kunnen worden. Maar veel belangrijker ook dat je daar steeds veel meer wandelaars ook ziet. En de Carolushoeve natuurlijk. In Münsterrein? Uiteraard, de Pater Karel hoeve, hè, niet te vergeten, absoluut niet. Waar grote, de man heeft grote wonderen verricht. En ja, dat is ook een inspiratieplek voor velen. Merk je veel van de toename van het bezinningstoerisme in de westelijke Mijnstreek? En cijfers uitdrukken kunnen we nog niet, maar wat je wel duidelijk merkt is dat er steeds meer vraag en behoefte naar is. Het is nu in eerste instantie zaak om ervoor te zorgen dat we kenbaar maken dat we die, aan die behoeften kunnen vervullen hier in Zuid-Limburg. Vandaar ook het product Bezin in Limburg vandaag met de 11 Caminis om mensen ten doel te stellen van ja, ga erop uit, kom tot jezelf, wandel nou een mooie kleine pelgrimsroute en ontdek die mooie plekjes hier in de westelijke Mijnstreek. Het Pieterpad loopt door Sittard-Geleen en door Beek. Ja. Dat komt gewoon aanwaaien, die toeristen. Ja, laten we het hopen natuurlijk, maar ook het Pieterpad is natuurlijk een pad wat ontzettend veel bewandeld wordt. Maar het zijn ook heel vaak mensen die dan bewust dat Pieterpad lopen en willen juist eigenlijk mensen nu, niet alleen voor het Pieterpad, maar ook Sint-Jacobspad, juist even van dat weggetje afhalen om even het gebied in te gaan en juist even die dingen te zien wat ze misschien net niet gezien hadden als ze op een pad bleven lopen. Bezinningstoerisme. Mevrouw Nuwiera, er komen wat klachten binnen over gemotoriseerd toerisme dat erg veel lawaai maakt. Wielrenners die de hele weg voor zich pakken. Is bezinningstoerisme niet een hele mooie oplossing daarvoor? Waarschijnlijk mogelijk. Bezinningstoerisme, wij proberen dan met name de mensen op de wat minder bekende plekjes te leiden. Naar de pareltjes en ze naar stille gebieden te brengen waar ze dan heel mooi kunnen wandelen. En ook langs ons religieuze en bezinningserfgoed kunnen gaan. En dat kan ook een stil bos zijn of een plek waar een wegkruisje is, waar iets bijzonders is gebeurd. Dus we hebben meerdere plekjes waar mensen tot rust kunnen komen. U hebt 11 jaar geleden al een beetje ingezet op dat bezinningstoerisme. Ja. Opeens komt het heel erg op, met name bij ons. Heeft corona u daarbij een handje geholpen? Nou, wat meegeholpen heeft is dat wij als organisatie in 2018 gevraagd zijn of wij lid wilden worden van de Europese Federatie van St. Jamesway, de Camino. Omdat ze door Zuid-Limburg twee routes lopen, de noorden en de oosten. En in die fase hebben we onderzoek laten doen door een afstudeerproject. Van ja, is dat wat voor ons? Biedt dat kansen? En uit dat onderzoek kwam naar voren dat het inderdaad wel zo is dat wij potentie hebben om zeg maar een soort oefenterrein te worden voor de Camino, maar ook voor spiritualiteit en bewustwording. En we hebben toen eigenlijk gezegd, we gaan dit gewoon helemaal opnieuw oppakken met die Caminis dan, die 11 routes. En zeg maar met een hele nieuwe campagne rond Bezin in Limburg. En corona kwam er eigenlijk nog eens extra bovenop bij ons als bevestiging, ja, dit is inderdaad een goede weg. Zijn het vooral Nederlanders die hier komen bezinnen of komen ze ook vanuit andere landen? Nou, wij richten ons inderdaad primair op de Nederlanders op dit moment. Zeg maar de randstedelingen die ja, een beetje tussen quotes opgehokt zitten daar met heel veel en regelmatig even eruit willen. Daar zitten wij nu met name op te richten. Maar we gaan later, in een latere fase, willen we ook naar Noord-Rijn-Westfalen en Brussel-Antwerpen. En hoe belangrijk zijn de religies hierin? Het gaat met name over het religieuze verleden, zeg maar. En over hoe wij met ons verleden en onze historie om zijn gegaan. En wat onze tradities en gebruiken zijn. En wat je kunt meenemen aan wijsheden zoals die uit onze religies komen. Daar gaat het om. We proberen niet iemand tot een bepaald geloof te overtuigen. Het kan wel betekenen dat sommige kerken dankzij deze nieuwe cultuur behouden kunnen blijven. Ja, wij hopen dat we daar een bijdrage toe kunnen leveren. En het zal vooral ook een van de projecten waar we nu met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mee werken, is ook nadenken van nou, wat voor mechanismen kun je opzetten, welke systemen om inderdaad nieuwe doelgroepen en nieuwe economische dragers voor religieus erfgoed, met name kerken, te krijgen. En dat is ook een onderdeel van onze nieuwe Bezin in Zuid-Limburg campagne.
Wat zeg jij dat bezinningstoerisme? Ervaar jij dat? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb het aan de lijve ervaren. Want ik ben meerdere keren richting Santiago gelopen. In 1 keer 3 maanden. En een keer met een groep oudere mensen, waar ik bijna zelf toe hoor nu. Maar ook met mijn 2 jongste kinderen in etappes. Dus ik heb meerdere ervaringen gehad als het gaat om bezinningstoerisme op de lange afstand. Maar in de nabijheid is natuurlijk bezinningstoerisme ook zeker aanwezig. In Sittard-Geleen, in Zuid-Limburg, in Stijl, op allerlei plekken. Welke locaties in jouw gemeente Sittard-Geleen zou je kunnen aanbevelen waar wij als regiogenoten ons even kunnen gaan bezinnen? Ja, dat varieert. Hè. Er zijn zaken die zijn eigenlijk gewoon zo voor de hand liggend en toch komen mensen er nog niet. Denk aan de basiliek in Sittard, dat is natuurlijk gewoon voor de hand liggend. Mariapark, een Michielskerk, maar ook de Grote Kerk, de koorbanken vind ik geweldig. Ook bezinnend geweldig om je te relativeren. Zo oud en zo mooi en zo sober en zo rijk tegelijkertijd. Maar een Schipperskerk is natuurlijk ook heel bijzonder. En in Geleen de Kluis is natuurlijk ook bijzonder. En die ligt weliswaar niet rustig, maar dat was voor deze kluis ook de bedoeling. Soms moet je de verhalen achter zaken natuurlijk ook kennen. Kluizen zetten. Bij een kluis denk je aan een kluizenaar, een kluizenaar die wil rust. De kluis in Geleen lag juist op een kruispunt van wegen van oudsher. Dat is ook heel interessant om te horen. Dus verhalen achter plekken zijn ook belangrijk. Kollenberg bijvoorbeeld, Rozenkapel, kennen we allemaal. Maar het Levetenhufke, het Hofje van Olijven, daar zit nog een laag onder. Enfin, daar gaan we nog een keer over publiceren. Maar er zitten verhalen die juist de kern raken van ja, meer dan wat je ziet. Wat doet de gemeente aan het promoten van deze bijzondere plekken? Nou ja, ze zijn er gelukkig. Ze worden onderhouden. Er zijn heel veel groepen, hè, met name vrijwilligers, die daarmee aan de slag zijn om die open te houden. En dat is heel belangrijk. En ja, wat de gemeente betreft, of daar per se een taak voor de gemeente is om dat te doen, dat denk ik niet, maar wel het faciliteren richting toeristische aantrekkelijkheid, terrasjes natuurlijk ook, de ontsluiting. Digitaal kun je meer doen misschien dan nu. Kijk naar wat hier in Echt Zusteren gebeurt. Dat is echt een voorbeeldfunctie. Ja, er kan nog meer gebeuren, maar er gebeurt wel wat, ja. Tonen, echt tonen. Wat is er lekkerder dan een kopje koffie bij oma? Baltus & Co. maakte er een liedje over en u ziet nu de clip. Soms kwam ik met de sundap bij oma achterom, keek om den hoek en zag haar daar zitten. De kop voorover, over een breiwerkske, zat ze recht op de pitten. Kom ik binnen, schrok ze wakker en ze zei, pak een schet melk op de keldertrap. Zes tassen, twee schuppen, de wetst ook wie het geit. Waren nog leuk in de klas. Het wordt toch zo fijn. Koffie bij oma. Koffie bij oma. Koffie bij oma. Koffie bij oma. Dan zoot ze met mij samen achteraan de tafel. De scholigom, maar de tuin weer vergeten. Maakt toch niks uit, jong, die doen toch alleen maar pijn. Ik heb de hoogte zonger eten. Verhalen van vroeger, die komen dan voor wie, van wie het war in een oorlog stiet. Over Schenk, Piet, Jan, Zef en de tamperie, voor de 750ste keer, het was zo gezellig. Koffie bij oma. Al wordt het maar voor een keer nog in zijn bekje bij oma gaan drinken. Ik zit op het terras en ik besef nu eigenlijk pas dat de koffie mij aan mijn oma liet denken.
Deense kok Maurice van der Leek verblijft en werkt normaal in de Verenigde Staten. Door corona heeft hij even wat minder werk en is hij dus terug in zijn geboorteplaats. Maurice van der Leek, wij dachten dat jij in de Verenigde Staten zat, maar je bent zomaar hier. Ja, inderdaad, terug, vroegtijdig teruggekomen in verband met corona, wat iedereen wel getroffen heeft, denk ik. En het zou de beleving van mijn leven moeten worden. Maar helaas moeten afbreken en terug naar Nederland moeten komen. Je had daar een paar sterrenrestaurants op het oog waar je zou gaan werken om ervaring op te doen. Om te kijken hoe de Amerikaanse keuken zou zijn. Ja. Maar corona noopte jou om eerder terug te komen. Ja. Je hebt natuurlijk wel de nodige ervaring in Nederland bij sterrenzaken. Zeker. Noem er eens een paar. Goed, semi-sterrenzaak, toch wel Atelier in Gulpen. Ik vind wel dat het in het rijtje genoemd mag worden. Vervolgens Lindorf in Nuenen, bij cuisinier Sunil Bahadur. Vervolgens chef Ralf Beersen van La Source. En toch wel een aantal goede ervaringen met Nico Borias gehad, van restaurant Sabero in Remond. Ja, zeker. Kan ik me voorstellen. En nu, van de ene op de andere dag, terug in Geleen. Ja. En wat ga je nu doen? Ja, wat ga ik nou doen? Ik krijg een aantal projecten op mijn pad. Sowieso binnen horeca, dat zit in mijn bloed, daar blijf ik, dat wil ik. Alleen op zoek naar iets nieuws. Nieuwe uitdaging, iets wat prikkelt, iets wat nieuw is. En iets waar ik mijn energie in kwijt kan, zeker. We hebben de Westelijke Mijnstreek heeft tenminste 4 sterrenkoks voortgebracht. Maar geen van die koks heeft een restaurant gehad in de eigen streek. Ja. Wat vind je daarvan? Zonde. Ik denk dat je je geschiedenis toch moet waarderen en in eer moet houden. Dus teruggaan naar je plek van geboorte, om het zo te zeggen, dat zou eigenlijk het streven moeten zijn. Ik ben zelf van mening dat gewoon de grote stad mensen, jonge brigade trekt om daar te blijven. En als je nou zou zeggen, ik ga een eigen zaak beginnen in de Westelijke Mijnstreek, zou je dan verkiezen voor Beek, Geleen, Sittard, Born of Steyn? Ja, ik ben geboren in Geleen, dus dan ga ik ook voor Geleen, zeker. Ja. Nou ja, je weet, Geleen heeft 3 sterrenkoks voortgebracht. Alex Klevers, ja. Hans Snijders, zeker. En Maurice de Boer. Ja. Ja. Wie weet, misschien word jij de 4e en misschien blijf jij in Geleen. En wat ga je nu doen tot die tijd? Ga ik gas geven dit jaar. Ik ben fit, ik ben energievol, ik ben gemotiveerd. En ik heb zoveel ideeën dat wordt echt super gaaf. Alleen het moet ergens tot uiting worden gebracht. En daar ga ik naartoe. En wat is jouw ultieme gerecht? Mijn ultieme gerecht? Ik denk dan toch wel spitselen. Spitselen, ja. Nou, dan moeten we zorgen dat je dat binnenkort ergens in de Westelijke Gemeenschap kunt bereiden. Gaan we doen, zeker. Dankjewel en succes. U bedankt. Wat voor rol gaan robots spelen in ons bestaan? We namen een kijkje bij het ontwikkelbedrijf van robot Cruiser. Welkom kijkers van BIOS. Afgelopen weekend stond ik aan de ingang van de atletiekbaan van Unitas in Sittard. Daar controleerde ik de deelnemers en hun temperatuur. Zeg, nou hebben we net een voorproefje gekregen van wat die robot zo wel kan. Waar zijn de toepassingen van die robot te vinden? Ja, de robot die is op meerdere toepassingsgebieden inzetbaar. Je moet bijvoorbeeld denken aan de zorg, maar ook in de dienstverlenende sector. Of in de horeca. Dus op meerdere vlakken is de robot inzetbaar. Afgelopen week hebben we de robot ingezet bij een sportevenement. En wat we daar gedaan hebben is eigenlijk omdat natuurlijk ook vanwege de coronamaatregelen de sport vrij lang aan besloten is geweest. En we toch weer op een veilige manier aan de gang willen gaan met sport, hebben we de robot zodanig geprogrammeerd dat hij dus temperatuur kon meten van bezoekers die dat op vrijwillige basis eigenlijk niet doen. En de robot meet dan de temperatuur en op het moment dat de temperatuur binnen de marges viel, dan wensen de robot de sporters een fijne sportdag toe.
Nou was het afgelopen zaterdag al, volgens mij al buiten al 38 graden. Dus ja. Heeft dat nog invloed dan op de meting? Nee, dat heeft geen invloed. Want de camera die meet zelf de buitentemperatuur. En daarop past hij zijn bevindingen aan. En daardoor zijn de metingen ook tot 0,1 graden accuraat. Zonder nou al te technisch te worden. Hè, maar wat voor apparatuur gebruikt hij nou om metingen te doen? Het is een warmtecamera. Dus de camera zijn speciale camera's die echt warmtebeelden kunnen maken. En op basis daarvan die gegevens die worden weer doorgestuurd naar de robot. Dat is gewoon een Android platform. En die verwerkt het weer. En ja, daardoor kunnen we ook meerdere dingen doen. Dus hem laten spreken, de armen bewegen, zijn hoofd bewegen. Ja, en hem zo personaliseren dat het leuk wordt voor de mensen. Ja. Nou heb je hem ingezet als meetinstrument, zeg maar. Wat voor andere functies zou je nog kunnen meegeven? De camera zit erop. Ja, camera, hij heeft armen, hij heeft bewegingssensoren. Hij kan ook een persoon detecteren op zijn gezicht. Dus kan ook aanspreken, goedemorgen Tom, zeg maar. Ja, en zo kan hij ook mensen herkennen, mensen begeleiden. Achter iemand aanlopen, dansjes doen, bijvoorbeeld een bingo bijhouden. Ja, noem het zo maar op. De robot kan ook ingezet worden waarbij die dus meerdere personen tegelijkertijd de temperatuur kan meten. Maar hij kan ook mondkapjes herkennen. Daarna wordt ook buiten Nederland toegepast. En daar zijn dus ook echt toepassingen waarbij dus mondkapjes worden gedetecteerd. Of bij het tellen van het aantal bezoekers wat komt op een festival. En zijn er dan te veel, dan zal de robot een signaal afgeven richting de organisatie. En zeggen, jongens, we hebben het maximale aantal toeschouwers bereikt. Zodat hun dan ook daar de gepaste maatregelen op kunnen nemen. En hoe zit het met de privacy wat dat betreft? Ja, dat is momenteel veel over te doen. We hebben dat ook laten toetsen, ook bij onze jurist. En de robot slaat geen gegevens op, registreert ook geen gegevens. En op dat moment is de AVG-wet en regelgeving niet van toepassing, zeg maar. Nou, had u het er net ook over het behalve evenementen. Hoe ziet u een toekomst in de zorg? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, wij zijn daar ook mee bezig, ook met een aantal zorgorganisaties die daar ook al onderzoeken momenteel mee doen dan wel gedaan hebben. Bijvoorbeeld waar de robot voor zou kunnen worden ingezet is een sociale ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook bij bewoners die dwaalgedrag hebben. Dus op dat moment zou de robot dus naar in ieder geval een cliënt, zeg maar, een object of een pand, een zorginstelling zou willen verlaten. Dan gaat de zorgrobot, wordt dan aangestuurd en gaat automatisch naar de ingang en herkent dan ook de persoon in kwestie en gaat dan bijvoorbeeld de persoon afleiden door bijvoorbeeld bekende foto's af te spelen waar zij herinneringen aan heeft en op die manier, zeg maar, het dwaalgedrag proberen te voorkomen, zeg maar. Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld op het gebied van ergotherapie, fysiotherapie, dat de robot dus ook voorgeprogrammeerd kan worden. De robot heeft armen en aan behulp van die armen kunnen dus ook bepaalde bewegingen gedaan worden die dan weer nagedaan kunnen worden door de bewoners. Emoties herkennen, daar zullen altijd mensen bij nodig blijven. En we zeggen ook, het is echt voor ondersteuning. De robot kan heel goed ondersteunen in bijvoorbeeld wel een aantal taken. Door bijvoorbeeld iemand te begeleiden naar zijn activiteiten. Dat zou een robot heel goed kunnen doen. De sector die het heel moeilijk heeft, de horeca. Ja. Wat zou je daar kunnen betekenen? Ja, daar zou je bijvoorbeeld dus ook bij de ingang kunnen zetten. En kunnen laten meten op corona. En dan bijvoorbeeld mensen begeleiden naar hun tafels toe. Je kunt er bijvoorbeeld de menukaart laten tonen. Of dat mensen hun eten kunnen ingeven, dat er wordt doorgestuurd naar de keuken. En zo komt er weinig minder contact met de mens en meer contact met de robot. Ja, we hebben een bijeenkomst georganiseerd begin dit jaar, waarbij we ook zorgorganisaties hebben uitgenodigd. Daar hebben we ook de robots, zeg ook maar, geïntroduceerd en dan ook daar vragen gesteld van zien jullie deze robots straks in de praktijk toegepast worden of zien jullie dat als een bedreiging? En daar zijn wel de reacties zijn daar wisselend op. Hè. Kijk, de mens zal altijd nodig blijven om dat stukje warmte te kunnen bieden, maar voor ondersteuning zou het de robot een prima uitkomst kunnen zijn. Nou, ik denk achter 10 jaar dat de robots toch wel emotie kunnen herkennen en toch meer autonoom
dingen kunnen doen en meer verhaaltjes kunnen vertellen met de mensen zonder programmeurs ertussenin. Dus artificial intelligence. Moeten we daar bang van worden? Heel veel mensen worden er bang van, maar ik denk dat het alleen maar heel mooi is. Dat we deze technologie hebben en dat we die ook kunnen toepassen. En als wij daar verstandig mee omgaan, dan zou het geen enkel probleem mogen zijn. Het gaat natuurlijk steeds verder. Ja. Hoe ver zijn jullie op dit moment wat dat betreft? Ja, het gaat steeds sneller. Hè. De vorige robots die konden nog niet zelfstandig navigeren. Daar praat je over andere type robots. Deze robots die kunnen dus ook al zogenaamde punten worden ingegeven. En dan kan je hem een commando geven. Navigeer bijvoorbeeld naar mijn kantoorruimte of navigeer naar de eerste verdieping. En dan kan de robot dat zelfstandig doen. En daarnaast zie je ook steeds meer zaken erin komen van AI, zeg maar, artificial intelligence, dus dat de robot ook mensen kan herkennen. Je kunt dus ook hier foto's op inleren en aan de hand van herkenningspunten zou hij jou dan automatisch herkennen. Dus als ik 's ochtends op mijn werk kom, dan zegt de robot tegen mij: goedemorgen Frans, hoe gaat het met jou? Leuke dag gewenst. Nou, dat soort technologie, dat gaat natuurlijk steeds sneller en ja, zal ook alleen maar in de toekomst steeds beter gaan worden. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Ik doe nog even een dansje voor jullie. Houdt u de uitzending van BIOS in de gaten of kijkt u op onze Facebookpagina. En blijft u op de hoogte van alle nieuws in de Westelijke Mijnstreek. We sluiten natuurlijk ook deze week af met een clip van De Knuppelen. Het is vakantietijd. Vakantie! Eindelijk! En Pierre en ik gaan ook een tijdje op vakantie. We regelen dat om en om. En vorig jaar zijn we naar Griekenland geweest. Hoe is dat geregeld? Ja. En Pierre, hoe gaan we dit jaar? Want ik heb het nog geregeld. Gewoon naar Tirol. Naar Tirol? Naar Tirol. En ik heb er niet zwaaien. Wieso? Ja, toen moest ook Tiroler kleren aan hebben, Jos. Je moet ook echt een Tiroler kleren aan hebben, zeg je dat niet? Hè? Even samen Tiroler kleren aan doen. Ja, nou, ja, is goed. 1, 2, 3. Hey, klaar! Wie hebben ze dat gedaan, Pierre? Ziek, hè? Ik denk nu maar alles met Jos en van één keer klaar. Ja. Over? Nu alleen nog dat stuk naar Tirol. Och, van zijn zwan Tirol, Jos. Hier de bocht om en dan van zijn zwan. Ik heb gewoon met de voet hier. Kom maar mee. Ah, hier is het. Hier is het. Het triool. Het is een triool. Het triool. We gaan het triool in. Het Tirol toch? Nee, triool. Het triool. Het triool? Ja. Oh, is gewoon een vakantie op zoetje zo. Ja, we hebben toch de kleren aan. Ja. Kom hier. Ja. Ha, allez. Wacht even, als de kundigheid. Kom maar! Ja.